Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Deze keer een video op woensdag. Ik had de vlog van vorige week zondag, die is veel te lang geworden. En had ik via Instagram gevraagd wat jullie leuker vonden. Een vlog door de helft of één vlog en enorm veel stukken eruit knippen. En de meeste stemmen gelden en heel veel van jullie hadden gevraagd of je door tweeën kon. Dus vandaag het tweede deel van mijn vlog. Even een andere intro dus die ik extra heb moeten maken. Dus dit is het vervolg op afgelopen zondag. Heel veel kijkplezier. Ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Ik wil nog heel even heel kort inhaken op het feit dat jullie Saar Sunshine bij mij in de praktijk vandaag gaan zien. En ook zij heeft afgelopen zondag een filmpje online gezet. Misschien hebben jullie die al gezien over de behandeling die ze bij mij ondergaan heeft. Ik heb er best wat negatieve commentaar over gehad. Over het feit dat ik Saar Sunshine wel behandel en op dit moment een klantenstop heb. Ik wil heel even wat punten duidelijk maken. Saar die heeft al maanden geleden haar afspraak bij mij gemaakt. Omdat ik gewoon echt vol zit. En één ding moeten jullie weten. Ik kan niet meer werken als dat ik werk. Ik snap en ik ben ook heel dankbaar dat heel veel van jullie bij mij willen. Alleen ik kan niet meer werken dan ik werk. Er zitten niet meer uren in een dag als die ik kan besteden. Dus het houdt een keer ergens op. Dat betekent niet dat anderen voor mij kunnen beslissen dat ik geen promotie meer maak over mijn bedrijf. Want dat zal wat zijn. Omdat ik de top heb bereikt, maar stop met promoten. Zo werkt het niet. Ik bedoel, Nutella maakt ook nog steeds reclame. Terwijl iedereen Nutella lekker vindt en Nutella koopt. Even een rare vergelijking, maar dan begrijpen jullie het. En daarnaast heb ik natuurlijk een groot team bij ons. Naast mij en mijn moeder. Die mega hard aan het werk zijn om jullie te helpen. Alleen hebben veel van jullie meegekregen dat één collega eventjes is uitgevallen. Daardoor moesten we de noodrem erop zetten. Was ik al enorm bezig om nieuwe personeelsleden in te werken, nieuwe meiden. Alleen neem ik daar heel erg de tijd voor. Omdat ik het gewoon enorm belangrijk vind om de kwaliteit van ons bedrijf heel hoog te houden. Jullie een droomhuid gun, maar dat kan maar op één manier. Dat is en een goede behandelaar, goede adviezen en een goede samenwerking met jullie. En dat kon ik op dat moment niet bieden. Dus dan moet ik de handrem erop zetten en zeggen van ho, stop en hier niet verder. Maar dat betekent niet dat de wereld daar omheen wel gewoon doorgaat. Nou, de status is als volgt. De meiden zijn keihard aan het werk en het gaat super goed. Dus ik verwacht binnen nu en 3-4 weken de lijnen weer helemaal open te gooien en iedereen weer te kunnen plaatsen. Je kan je nog steeds inschrijven op een wachtlijst. Alle meiden, mannen die op de wachtlijst staan, die worden zo snel mogelijk dus gebeld als het weer open gaat. En vandaar dat Saar Sunshine wel in mijn stoel lag. Die had gewoon al maanden geleden haar afspraak staan. En geduld loont. En zij was dus nu aan de beurt. Dat even het verhaal erover. Sorry als dit stukje je totaal niet boeit. Maar ik wilde het nog even verhelderen. Dus het gaat om de kwaliteit. En het gaat wel om je huid. En er zijn al genoeg kwakzalvers. Als je het geduld niet op kan brengen. Prima, dan is het waarschijnlijk niet de bedoeling dat je bij ons in de stoel komt. Heel veel kijkplezier en laat me weten wat jullie van deze video vonden. Doei doei! Nou, het liep gisteren allemaal anders. Het is overigens dinsdag vandaag. Gisteren toen ik op werk kwam, kwam ik erachter dat mijn batterij leeg was. Super slim, ik had mijn oplader niet mee. Dus ik heb gisteren verder niks kunnen vloggen. Was ook niet zo'n hele bijzondere dag. Gewoon een beetje stressvolle eerste werkdag. Het is dinsdag en normaal hoor ik nu te werken. Alleen omdat mijn moeder op vakantie is en mijn oppas niet kon, zat ik met een megadrama. Dus heb ik de eerste halve dag tot iets van 2 uur moeten afzeggen. En ga ik vanmiddag werken. Maar Kerim die gaat in de ochtend op dinsdag altijd naar de peuterspeelzaal. Dus dan kan ik hem eindelijk in eeuwen een keer zelf naar de peuterspeelzaal brengen. Dus ik neem jullie mee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag alweer.
Vanochtend was het een beetje chaos in huis, dus ik heb even niet gefilmd. Maar ik heb een special guest naast me zitten. Spannend, wie is het? Saar Sanchez! Hallo! We gaan met Saar aan de slag met haar huid. Ja. Hè? Deze afspraak die hadden we wel al staan, maar gelukkig komt die helemaal goed van pas. Zeker. Want, nou, misschien moet je het maar zelf even vertellen. Ja, ik ben dus op vakantie geweest. Ik weet niet of mensen mij volgen, maar ik ben dus op vakantie geweest. Nou, ik denk het wel hoor. Ja, echt wel. En toen ben ik teruggekomen en toen had ik op een gegeven moment uitslag. Ja, uitslag. Ik weet niet eens hoe ik het kan noemen, maar het was echt heel erg. Ja. Nou, toevallig ga ik jullie natuurlijk in deze vlog alles uitleggen over wat je met je huid kan doen en wat er gebeurt als je terugkomt van vakantie met je huid. Dus dit is helemaal een mooie insteek. Ja. Dus we gaan jullie meenemen. We gaan nu eerst een skincheck doen. Dit is heel confronterend. Ja, ja. Maar wel altijd goed om te weten. Want je komt nu achter dingen waarvan je misschien denkt, wow, dit wist ik niet. Ja. En daarna gaan we de meet and treat doen. Dus gaan we je ook meteen heel intensief behandelen. Ja. Dus ik neem jullie helemaal mee. Yes. Super, mag je er weer uitkomen. Dit zijn jouw poriën. Ik zeg altijd wel, dit is net een soort van confetti over je hele gezicht heen. Al die stippeltjes, dat zijn eigenlijk alle poriën die je in je huid hebt. Nou, poriën heb je nodig. Dus het is niet zo dat het altijd onsierlijk is, want die heb je nodig. Dat zijn een soort van de longen van je huid. Kijk, hier zie je ze bijvoorbeeld ook in verwerkt. Ja. Dus je hebt ze nodig. Maar er zitten inderdaad onsierlijke poriën in die je dus met het blote oog ziet. En zelfs als je de make-up overheen doet, zie je ze nog steeds zitten. Nou, dat zijn de poriën die we eigenlijk zo minimaal mogelijk en egaal mogelijk willen hebben. Nou, als we gaan kijken, zijn de blauwe en de gele, mag ik nog net meetellen, zijn dus de poriën die je hoort te hebben. En als we gaan kijken naar de licht oranje, oranje en de rode poriën, dat zijn de poriën die onsierlijk zijn, die we dus minder willen hebben. Nou, ik ga even de poriën uitzetten nu. Dit gaat dus weg bij het plaatje die er horen te zitten. Dan blijft er toch behoorlijk nog wat over. Kijk jongens, hoeveel. Ik ga wel even naar de rimpelvorming, maar voor jouw leeftijd vind ik het echt niet nodig. Jij praat wel heel erg met mimiek in je gezicht, vind ik. En dat is vooral met je voorhoofd. Dus met de rest van je gezicht valt dat reuze mee. Maar daarom ga ik heel even je voorhoofd vergroten. Dit is wel heel confronterend. Maar zelfs als ik een foto maak, is het confronterend van mijn eigen huid. Je ziet hier trouwens heel mooi die poriën. Zie je die gaatjes allemaal erin zitten? Ja. Zijn die niet zo mooi? Daar gaan we aan werken. Daar gaan we zeker aan werken. Maar wat je duidelijk ziet is dat nu op je 20ste zie je, ik kan het beste een beetje met deze kleur eroverheen, dan wordt het hier blauw. En dat is het meest diepe gedeelte. Echt? Zal ik het filmen? Ja. Even kijken. Zie je? Ja, echt zo'n lijntje erin. Oh, wat raar. Is me nooit opgevallen. Ja. En dat is een rimpel van, kijk, het is helemaal niet enorm diep. We hebben nu heel erg de focus op en dan lijkt het enorm, enorm diep. Maar dit is inderdaad dit tekentje, die wil ik wel gaan afvlakken. Dus deze moet wel minder diep gaan worden. Dat is wel de bedoeling. Het duurt altijd wel eventjes lang, maar dan moeten we aan de slag. Maar dit is wel een rimpeltje waar we in de toekomst over na moeten denken van oké, die komt er wel te zitten. Ja. Dus daar moeten we wel eventjes aan denken. Je bent heel jong. Je bent 20. Ik bedoel, kom op. Dan horen we nog niet enorm veel rimpeltjes te hebben. Op het oog heb je die ook niet. Maar als we inderdaad inzoomen, zie je... Ik weet niet of we het op de camera zien, maar je ziet hele kleine nerfjes zo naar beneden. Nou, rimpels lopen altijd horizontaal bij de ogen. Dus hebben die vrouwen van die kraaienpootjes. Ja, dat zijn echte rimpels. Maar hebben we het over deze lijntjes die vanuit de hoek van je oogjes zo naar beneden lopen. Dat zijn eigenlijk flinke tekorten. Waarschijnlijk zijn ze voor jouw leeftijd te laag. Ja. We zullen samen even moeten gaan uitzoeken of dat inderdaad met medicatie te maken heeft. Sowieso heeft het met je schildklier te maken. Ja. Want jij mist gewoon eigenlijk iets wat je lichaam natuurlijk op gang brengt. Dus daar heeft het sowieso mee te maken. Maar wat voor jou wel enorm belangrijk is dat je goed je vitamines en mineralen gaat bijzien kan. Maar als we weer teruggaan naar de buitenkant van je huid, zie je veel minder pigmentvlekken. Ja, ze zitten er wel. Ja. Maar gaan we een stapje dieper, dan denk je inderdaad wel van... Oké, de vlekken zijn meer, ze komen meer omhoog. En dan ga ik het even nog erger maken, maar dit is echt om je even bewust te maken van zon en zonnebankgebruik.
Wow. Al die donkere vlekken die je hier ziet, al die witte stipjes, dat zijn pluisjes in de lucht hoor. Dus daar moet je niet op letten. Dat heeft niks met jouw huid te maken. Maar al die donkere vlekken, eigenlijk is dit witte vlekje wat je hier ziet, dat is normale huidstructuur. En alles wat donker is, is pigmentschade. Je hebt meer pigmentschade op dit moment in je huid dan ongepigmenteerd en gezond weefsel. Het is ook echt zo dat als we straks met Image gaan werken samen, dat je gewoon in je dagcreme standaard de SPF is. Schermen is echt één van de belangrijkste punten om huidvererging tegen te gaan. Want je acne kan letterlijk verergen van de zon. En dat beseffen vaak mensen niet. Want vaak denken ze, als ik in de zon kom, dan drogen mijn pukkels uit. Ja, dan wordt het dat minder. Dus en dat is ook in het begin even zo. En dan pas boem, dan krijg je het weer uit. Ja. We hebben natuurlijk net gezien bij je ogen dat je tekorten hebt. En hier kan je dat heel duidelijk zien. Kijk, jouw leeftijdsgenoten zitten hier. En dit is jouw elasticiteit en je collageen in je huid. Die hebben we net dus gemeten. En jij zit hier. Er staat ook heel laag. Heel laag. Oh, heel. Ja. Dit kan wel heel erg te maken hebben met jouw schildklier. Ja. Die je natuurlijk mist. Jouw lichaam heeft heel veel moeite om die schildklier. Die heb jij natuurlijk voor een bepaalde reden in jouw lichaam. Die moet bepaalde dingen in jouw lichaam doen. Die mis jij. Dus jouw lichaam moet het op een andere manier gaan oplossen. Dat vreet aan jouw huid. Dat is één ding wat je moet weten. Dat heeft ook gezegd. Van, het kan op verschillende manieren. Maar nu word je echt geconfronteerd. En dan denk je van oké. Ja, het is echt. En daar zullen we rekening mee moeten houden. Maar dat betekent wel dat ik je inderdaad heel veel voedingsadviezen ga geven. Hoe we dat dan wel goed kunnen krijgen. En nog even het puntje over je vocht. Maar dit is denk ik een beetje door je vakantie. Met veel in de zon. Drinken is natuurlijk wel heel belangrijk, maar heel veel drinken wil niet zeggen dat je een gehydrateerde huid hebt, want dat komt nooit bij je huid. Het is meer voor je organen. Maar dit is gewoon wat zonschade, waardoor de vocht wat verdampt is in je huid. Dus vandaar dat die wat slechter, maar straks gaan we ervoor zorgen dat het gewoon naar voren komt. Okay. We gaan aan de slag. Yes. Yes. Glycolic acid peeling hebben aangebracht op je huid. Wat het is dat vaak als je producten uit vrije handel gebruikt, bijvoorbeeld Estée Lauder, eigenlijk alles wat je in een Douglas Vichy Paris kan krijgen, dan zit je met producten die eigenlijk alleen maar aan de bovenkant werken. Wettelijk gezien mogen die ook niet je huid in, want jij kan het zomaar kopen, je kan een kliniek of een Estée Lauder, alles kan door elkaar gebruikt worden en niemand die je daarop aanspreekt van joh, wat heb je thuis allemaal staan. En zo'n vrouwtje in de winkel, die moet met jouw make-up op gaan zeggen welk huidtype je nou hebt. Nou, eigenlijk klopt dat helemaal niet. En ik denk dat dit gewoon boekdelen spreekt. Kijk nou. Ja, dat is echt niet normaal. Het ziet er Delia echt glow. Uit. Ja, de Delia Glow. Nou, we hebben alvast even de travel kitjes. Ze gaat een combinatie maken tussen de blauwe en de oranje. De beruchte sponsjes natuurlijk voor het reinigen. We gaan even een cleansing cure doen van La Visage. Gewoon puur om je darmen en je lever even te reinigen. En wel alvast de Ormedic grote reiniging, want anders heb je daaraan tekort. En dan gaan we even een afspraakje maken voor de volgende sessie. Yes, yes. Nou jongens, ik ben gewoon verwend. Door de lekkere, die heb je helemaal zelf gemaakt hè? Ja, die lekkere kokos. Gewoon omdat ze wist dat ik lekker vond. Tweedy! Dat is mijn oude klasgenoot, vrienden. Ja. Maar heb ik oude klasgenoot. Nou, dat was me een weekje wel. Ik ben helemaal kapot na deze week. Eerste keer sinds tijden weer echt fulltime achter de stoel. Maar het was wel een hele leuke week. Ik heb jullie natuurlijk net een stuk verteld over wat zon en vakantie met je huid doen. En wat het natuurlijk met die dode huidcellen doet. En daarom lijkt het me leuk om mijn top 3 aan producten te laten zien die ik gebruik op het moment als ik terugkom van een zonvakantie.
Omdat je gewoon merkt dat de toename van dode huidcellen door de zon er gewoon voor zorgen dat je een doffe huid krijgt. Ik had een paar dagen geleden nog dat iemand tegen me zei van, oh jeetje, ik zie opeens dat jouw huid eigenlijk best wel droog is. Nou, dat komt dus door die dode huidcellen. Als je te maken hebt gehad met wat zon, zoals ik bijvoorbeeld in Istanbul, de eerste paar dagen dan alleen van mijn vakantie en natuurlijk de zomer hier, dan merk je wel dat je huid zeker daar een beetje van slag van is. En vooral dat je gewoon veel sneller die dode huidcellen aan de buitenkant van je huid hebt zitten, waardoor je opperhuid gewoon, ja, dikker wordt. En ik denk dat als je terugkomt van vakantie, dan heb je ook wel een lekker tintje, alleen zie je aan jezelf dat het wel een dof tintje is. En dat komt dus doordat je die glow een beetje kwijtraakt, omdat het echt dode huidcellen zijn. Maar daar kan je gelukkig wat aan doen. Dus ik ga je mijn top 3 laten zien aan producten die ik dan gebruik om weer even die glow helemaal terug te krijgen in mijn huid. En ook om de schade die je door de zon hebt gekregen, om die eigenlijk weer te verwerken. Jullie hebben het net gezien bij Saar Sunshine. Ook op vakantie geweest, anders gegeten. Ja, net eventjes, helaas kon ze me daarvoor nog niet en kon ze image nog niet. Verkeerde cosmetica gebruikt in de zon, want echt waar, verkeerde cosmetica in de zon kan je echt pukkels van krijgen. Onderschat dat niet, want die cosmetica die brandt gewoon in. Zelfs in sun protectors die niet onderbouwd zijn van goede ingrediënten. En dat zij gewoon een soort van zonneallergie creëerde daardoor. Dus ook bij haar zullen we er keihard aan moeten werken om die huid weer op de rit. En jullie hebben eigenlijk het ergste nog niet eens gezien, want zij had mij privé foto's gestuurd. Het was zelfs daarvoor nog veel erger. Maar gelukkig gaan we dat nu weer oplossen. Mijn top 3 van de producten is uiteraard de Ageless Facial Cleanser. Je kan er natuurlijk bijna niet omheen. Jullie weten allemaal, dit is mijn favoriete reiniging. Er zit een glycolic acid stof in. Dat is een peelstof. Die kan je in het begin niet elke dag gebruiken. Maar deze reiniging die zorgt er dus voor dat je je dode huidcellen bij iedere reiniging verwijdert. Daardoor zorg je ervoor dat dat dode huidlaagje op je huid dus niet enorm gaat verhornen en dik wordt, waardoor je huid dus heel dof wordt. Maar dat je er dus een gladde huid aan overhoudt en ja, dat die huidcellen dus helemaal verdwijnen. En als je daar straks naartoe traint dat je die iedere dag kan gebruiken, dan gaan we er naartoe werken dat je huid ook zo glad wordt. Mijn tweede product. Ik heb ze trouwens afgelopen keer ook in een winactie verloot. Dus jullie weten dat dat mijn favoriete producten zijn. Dat is de Illuma Brightening Powder. En de Illuma Brightening Powder, dat is ook een exfoliant. Je kan dus eigenlijk op 3 manieren kan je huid weer laten herstellen na zonschade. Dat is door goed te reinigen. Dat is door een exfoliant te gebruiken. En dat is door een super oplichtende, herstellende en hydraterende crème te gebruiken. De poeder die gebruik je na het reinigen en die zorgt ervoor dat je echt een glow weer terug krijgt. Hij exfolieert heel lichtelijk, dus hij haalt heel lichtelijk, polijst die als het ware je huid en hij voedt. En hij licht ook op, dus dat is super mooi op pigmentvlekken, maar ook op vlekjes van pukkeltjes. En ook gewoon om een glowy skin te krijgen. Dus dat is mijn tweede product die ik adviseer na de vakantie. Deze hebben jullie nog niet bij mij voorbij zien komen. Dat is de Illuma Brightening Cream. En deze die zorgt ervoor. Dit is eigenlijk je nachtcreme trouwens. Voordat ik het vergeet te zeggen. Dit is je nachtcreme. Dit zit in een super handige pompvorm. Dus dan hoef je niet met je vingers erin. Dat scheelt ook. Ik hoop trouwens dat Image dit met alle nachtcremes gaat doen. Want dan hoef je niet met je vingers in het potje of met een spateltje. De Brightening Cream die werkt oplichtend, verhelderend. Super voor pigmentatievlekjes, hyperpigmentatie, ouderdomsvlekjes. Maar ook gewoon als je je tint van je huid weer lichter, frisser en egaler wilt. Hij is heel sterk hydraterend en hij heeft echt zo'n glow effect als je hem gebruikt. Ik adviseer voor meer ingrediënten en informatie eventjes naar mijn webshop te gaan. Maar ik heb een verrassing voor jullie. Ik wil jullie een beetje verwennen. En jullie weten natuurlijk dat er een mega actie binnenkort aankomt in oktober. En daarover ga ik jullie binnenkort meer vertellen. Ga ik een aparte video over maken. Ik beloof jullie dat de verrassing die ik jullie nu ga geven, dat die niet in oktober weer terugkomt. Dus dat je niet iets misloopt. Maar ik ga jullie
korting geven. Dit zijn de drie producten die ik net liet zien. En ik ga jullie korting geven op deze twee producten. Ik kan geen prijzen noemen via de vlog. Dus jullie moeten voor de prijzen eventjes naar shop.deliaskinclinic.nl. En dan kunnen jullie bekijken hoeveel korting ik hierop ga geven. De Ageless Cleanser die staat er uiteraard ook bij. Ik heb een apart kopje aangemaakt op de webshop waar staat vakantieproducten. Dus neem even een kijkje. En wil je nou persoonlijk advies over deze producten? Of zit je met een huidprobleem waar je al tijden mee kampt? En niet over uitkomt en niet begrijpt waarom het niet wegtrekt. Mail ons dan naar info@deliaskinclinic.nl. En dan gaan wij je helpen om die droomhuid te realiseren. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Volgende week even een andere vlog als anders. Want ik loop een beetje. Ik loop niet meer op schema met filmen. Waardoor het een beetje stressig wordt met uploaden. Dus volgende week zondag heb ik een verrassing voor jullie. Mijn telefoon gaat de hele tijd over. Heb ik een verrassing voor jullie. Dus volgende week even geen weekvlog. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Maar dan loop ik weer op schema. Als je het leuk vond, duimpjes omhoog. En abonneren kan ook nog steeds. En ik zie jullie wel volgende week gewoon. Want ik ben er wel gewoon. Hey, doei doei!